Welkom kijkers. Vandaag hebben we de derde aflevering van het programma Ontwikkelingsforum. En we hebben als thema energie voor ontwikkeling. We hebben dit programma en met name dit thema van energie vandaag niet alleen maar gekozen vanwege de significante olievondst in het offshore en het nearshore gebied van Suriname. Maar we hebben gemeend om vanwege een aantal andere ontwikkelingen, met name het overhandigen van de stuwdam op 31 december 2019 aan de staat Suriname. Maar ook om het grote plaatje van ontwikkeling zichtbaar te maken via een dialoog. We hebben vandaag in de studio twee deskundigen. Rechts van mij in het midden zit Rudy van Els. Rudy is van huis uit elektrotechniek heeft hij gestudeerd in Brazilië. En Rudy is eigenlijk geworden vandaag de dag, zou je zeggen, een van de waterkrachtdeskundigen. Naast Rudy van Els zit Danny Latschman. Danny heeft elektrotechniek gestudeerd in Delft. Daarna is Suriname Development and Policy. En je zou kunnen zeggen, Danny is eigenlijk ook een energiestrateeg. Heren, om met de deur in huis te vallen. We hebben het vandaag over energie voor ontwikkeling. En we weten dat het begrip ontwikkeling dagelijks zonder goede fundering wordt gebruikt. En ik wil eigenlijk vandaag uitgaan van, weet je, ontwikkeling vanuit je eigen vermogen om, weet je, met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, maar ook de culturele hulpbronnen, proberen om de omgeving te veranderen zonder dat, dat je schade toebrengt aan de natuur of het milieu. En als we het hebben over energie voor ontwikkeling, dan denk ik natuurlijk ook aan hoe we het vroeger hebben gedaan in het verleden, in de slavenperiode. Toen was hout heel belangrijk, heel belangrijke energiebron voor de koolpot, voor de chula. Dus om met het punt te beginnen van de bronnen van energie, Rudy. Hernieuwbare, niet hernieuwbare bronnen. Hoe ziet dat plaatje voor Suriname eruit als je het vergelijkt met het wereldplaatje? Ja, wel, bedankt voor de uitnodiging. Danny, Jack. Kijk, traditioneel is onze belangrijkste energiebron tot heel kort, kan je zeggen, was biomassa. Toch? Dat was de basis van de hele ontwikkeling van de geschiedenis wereldwijd was biomassa. Maar pas toen biomassa begon te verminderen, door het wegkappen van je bosvoorraden, begon men te zoeken naar andere vormen van energie. En toen kwam ten eerste steenkool naar boven. En daarna kregen we de petroleum, toch? We hebben nog in ons beeld toch dat ding van die steenkoolmijnen en het En die verwarming in Europa toen der tijd met steenkool, dat was ook zo'n trend in het hele begin periode van de industriële revolutie. Dus dat maar, was ergens in de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw? 16e, 17e eeuw en daarvoor. En pas later, veel later, kwam petroleum als te zijn een van de belangrijkste en nog steeds de belangrijkste energiebronnen. Wereldwijd. Ja. Maar om even stil te staan bij biomassa, Danny. Bij biomassa moet je dan denken aan hout. Eigenlijk houtskool. Voornamelijk hout, ja. Klopt. Ja, voornamelijk hout. En in de moderne vorm vandaag, biomassa. Kijken naar inderdaad, heden ten dagen, heeft biomassa een veel ruimer begrip. Dan praten we in principe ook over plantmateriaal. Dus bijvoorbeeld algen. Algen, en dat is eigenlijk de meest exotische vorm waar je praat over bio-algen, om met behulp van algen dus biodiesel te maken voor onder andere de transportsector.
En zaken als reiskaf? Reiskaf, dat is ook mogelijk. Sterker nog, ik dacht Rudy dat we een kleine geschiedenis daarmee hadden hier in Suriname in de jaren 80. Ja. Met een experimentele Braziliaanse reisvergasser toen der tijd. Ja. Waar het dus eigenlijk in Suriname, gezien die omvang van de reissector en eigenlijk daarmee gepaard gaan op de omvang van de reiskafafval dat we hebben, de verbranding en alle gezondheidsrisico's die daarmee samenhangen, een gigantische potentie voor is. Mm-hmm. Oké, okay. Maar Rudy, hoe moeten we nu zien hernieuwbare, ja, noem het schone energie, ja, tegenover niet hernieuwbare energie, zoals aardolie? Hoe is de verhouding in Suriname als je het vergelijkt met de totale wereld? Wereldwijd kan je zeggen van dat de primaire energievoorziening heb je dan slechts 45%, nee, slechts 14% van al het energie wat we gebruiken. Voor verlichting, om te rijden met je auto, voor industriële doeleinden, is maar 14% komt uit hernieuwbare energiebronnen. Dat kan zijn waterkracht, dat kan zijn biomassa, dat kan zijn zonne-energie en windenergie. En dat is internationaal? Internationaal. Groot deel daarvan is waterkracht. Ja, 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 groot deel. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar Brazilië, dan zie je dan van dat daar heb je bijvoorbeeld 45% van hun primaire energiebronnen voor alles wat ze doen, is ook hernieuwbaar. In Suriname zitten we rond de 40%, 39% hernieuwbare energie, primair. Waarvan het gros komt voor onze waterkrachtpotentie hier. Dus eigenlijk, Suriname en Brazilië zitten veel hoger dan het wereldgemiddelde. Want de wereld is het ongeveer 14% en Brazilië zit op 45% en Suriname 39%. Ja. En in Brazilië is net als Suriname het grootste deel dus waterkracht. Waterkracht. En als we kijken naar bijvoorbeeld, als we onderscheid maken van elektrische energie, toch? Dan is het gras ook in de regio, vooral in Brazilië en Suriname, heb je ook een behoorlijke contributie van de waterkrachtpotentieel. Oké, okay. Als we nu kijken naar de ontwikkeling van energie in Suriname, maar als we gaan kijken naar die evolutie van energievoorziening, hoe, en je kijkt met name naar het doel, weet je waarvoor energie wordt gebruikt, want we willen praten over energie voor ontwikkeling. Ja. Hoe zie je, Rudy, dus eigenlijk het begin in 1959 toen Alcoa die concessie kreeg voor het bouwen van een dam? Ja, ja. De ontwikkelingen van toen der tijd kan je ook zien in de regio, toch? Want toen der tijd had je een gedachtegang dat we moesten ons focussen op het ontginnen van onze mijnbouwcapaciteit, van onze mijnbouwsector, door middel van, en daarvoor heb je grote blokken energie nodig. Dus om die ontwikkelingsvisie te ondersteunen van dat je mijnbouwcapaciteit gaat uitbreiden, dan moet je ook werken aan grote energie om dat te kunnen ondersteunen. Dus grote mijnbouwbedrijven, ondersteund door waterkracht. Dus dat was toen een van de gangbare theorieën van ontwikkeling toen der tijd. En dat zien we in de regio, toch? Je hebt grootschalige mijnbouwprojecten, ondersteund door grootschalige energieopwekkingsprojecten. Wij waren, in Suriname waren wij een van de eerste landen die dat hebben gedaan in het Amazonegebied. En daarna is dat ding ook verder gegaan in de andere landen in de regio, zoals een beetje Guyana en ook naar het noorden van Brazilië. En Danny, als we nu dus die grootschalige aanpak, dus om die big push ontwikkelingsstrategie van de grond te brengen, wat heeft het volgens jou betekend in termen van duurzaamheid en met name ontwikkeling? Ja, kijk, in principe, by definition, alle mijnbouwprojecten zijn wat we noemen industrieën met decreasing returns. Dus met afnemende opbrengsten. Naarmate je langer of intensiever met die industrie bezighoudt,
naarmate verder of dieper die bauxiet zit en hoe meer het kost om dat eruit te halen. Dus echt helemaal duurzaam was het niet. Laat me dat als eerst beginnen te zeggen. Aan de andere kant heeft het wel gezorgd voor een gigantische creatie van werkgelegenheid. Een gigantische opwaartse mobiliteit van mensen. Mensen kregen training, mensen kregen instructeurs uit Amerika. Mensen gingen naar Amerika en andere delen van de wereld om trainingen te volgen. En groeiden zo along the ranks, in dit geval van de Alcoa. In het kielstok daarvan kreeg je dus een heleboel andere bedrijfjes. Dan moet je denken aan Baas Moon, aan Bajalala, aan Bujawan. Die onder andere door de vraag van zo'n grote mining company, maar ook de standaarden van zo'n mining company, uitgroeiden tot grotere bedrijven. En ook bijvoorbeeld een lokaal succes als een Staatsolie heeft op bepaalde tijden, ik dacht zeker voor aanvang van de bouw van de eerste raffinaderij, behoorlijk wat hulp gehad of behoorlijk wat mensen ingehuurd, laat ik het zeggen, van mensen die al eerder exposed waren aan de standaarden en de regels van de Suralbouw. Dus je noemde ook dus dat het tot op zekere hoogte duurzaam is. Dus in welk opzicht is het dus niet duurzaam geweest? Ja, dus kijk, het is niet duurzaam geweest vanuit de optiek dat die mijnbouwindustrie zelf, die zal op den duur ophouden. Eén, vanwege het feit dat je natuurlijke hulpbronnen opraakt, maar ook vanwege het feit dat als die natuurlijke hulpbronnen niet opraken, kom je op een gegeven moment op een moment waarbij die natuurlijke hulpbronnen zo ver of zo diep, zo cost prohibitive zijn om gemined te worden, om geëxtraheerd te worden, dat het geen sens meer maakt om dat te doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest waarom de Suralco vandaag de dag gesloten is. Rudy, even nog het vraagstuk van duurzaamheid. Welke aspecten, als je dus kijkt naar de definitie van ontwikkeling, welke aspecten zijn, dus naast dus misschien de positieve elementen die Danny ook net heeft genoemd, zijn eigenlijk, noemen we de setbacks, van eigenlijk die de poging om door een big push ontwikkelingsproject ontwikkeling te brengen vanaf 1958 toen de Brokkoponde overeenkomst is getekend. Ja, ja. Kijk, in de eerste plaats breng je geen ontwikkeling, toch? Ontwikkeling is niet iets wat je kan geven of brengen aan mensen toe. Het moet uit zichzelf komen. Het moet zijn een proces van de gemeenschap. En dat is volgens mij een van de belangrijkste zaken die we moeten bekijken, want deze big push ontwikkeling, toch, is meer een als gevolg van een grote zoek naar deze speciale mineralen die hier beschikbaar waren. Het was een buitenlands bedrijf met hun hele structuur, met in feite heel weinig van onze eigen inbreng om het proces te kunnen leiden naar een duurzame oplossing voor Suriname toe. Wij exporteerden alleen maar aluinaarde en blokken aluminium. Maar zelfs het maken van aluminiumpotten hierin, dat kun je niet doen. Dat is nooit gebeurd. Dat gebeurt. Nee. Dus wat was onze taak? Alleen leveren van halffabrikaat? Of zouden we een bredere industrie kunnen opzetten met onze natuurlijke bronnen? Ja, maar op een bepaald moment wordt die aluminiumsmelter. Weet je, er komt ook een aluminiumsmelter erbij. Als ik even daar mag in. Ja? Er is een flip side to that point. Natuurlijk zijn het voornamelijk buitenlanders geweest die dan hier hebben geïnvesteerd en hebben gezorgd voor eigenlijk voornamelijk een uitvoer van low value add products. Ja, toch? Halffabrikaat. Terwijl je veel meer waarde had kunnen toevoegen. Getallenvoorbeeld is dat met 1 cent bauxiet kon je voor 100 tot 1000 dollar producten maken, maar wij zaten alleen in dat segment van 1 tot 8 cent. De flipside of the coin is het volgende, en dat is voordat die hydrodam gebouwd werd en voordat die smelter en die raffinaderij operationeel waren, heeft de Surinaamse overheid door de decennia heen en eigenlijk nog steeds vandaag de dag
een structureel onvermogen getoond om voldoende sociaal-economisch acceptabele werkgelegenheid te creëren. Die zorgt voor opwaartse sociaal-economische mobiliteit. En het mooie van het project toen, natuurlijk in die tijdsgeest, eind jaren 50, begin jaren 60 was, dat je nu een relatief grootschalig project had, super grootschalig, zeker voor de context van Suriname, die wel daarin voorzag. En wat dat betreft is het project wel een unieke project. Oké, je krijgt op een bepaald moment de oliecrisis, 1973. En dat had een hele grote impact op het hele, noem het hele plaatje van energie in de wereld. En het had ook zijn impact op, laat maar zeggen, wat er gebeurde in Suriname met de Suralco. Mm-hmm. Omdat, er kwamen niet alleen maar goedkopere plaatsen, dus waar je eigenlijk commercieel bauxiet goedkoper kon winnen. Dus ik denk aan Australië, zelf Brazilië. Ja. Maar je kreeg natuurlijk ook de ontwikkeling op technologisch gebied van bijvoorbeeld nieuwe metalen. Weet je, en je kreeg recyclingtechnieken. Weet je, ik zie nog in Colombia een keer hoe mensen eigenlijk heel veel geld konden verdienen door aluminium bierblikjes eigenlijk op te rapen. Maar goed, en wat je toen kreeg is natuurlijk de eerste schok van de aluminiumindustrie. En het tweede grote probleem kwam in, het was 1999, toen die aluminiumsmelter werd gesloten. Ja, toen werd die aluminiumsmelter gesloten. En op een bepaald moment kwamen de goudmaatschappijen in het spel, 2004 dacht ik, Gold. En toen werd ook een energie geleverd aan die maatschappijen. En natuurlijk ook staatsolie, 1980, komt op het toneel met in het begin de ja-knikkers. Dus eigenlijk is de vraag van, wat is er eigenlijk in deze transitieperiode gebeurd met Suriname? Hoe heeft men aangekeken tegen het energievraagstuk tot eigenlijk de grootste vondst, de grote vondst anno 2020 in het kustgebied van olie en aardgas? Ja, als we kijken bijvoorbeeld naar waterkracht en naar energie toen der tijd, men probeerde nog steeds hetzelfde concept van die groeistrategie toe te passen en te kijken naar de mogelijkheden voor het ontginnen van de energie in West-Suriname, van de mijnbouw in West-Suriname. En om dat te kunnen viabiliseren, begon men nog steeds te kijken naar de mogelijkheid om Tapanjai uit te voeren. Hetzelfde concept, grootschalige mijnbouwbedrijven en grootschalige energieopwekking. Toch? Dat was. Tapanjai, West-Suriname. Dat was de mijnbouwsector in West-Suriname. Je had Kabalebo als een optie en je had ook Tapanjai als een optie. Ja. Maar even voor de ligging, Tapanjai ligt in het Tapanahoni gebied. Dus dat is eigenlijk in het zuidoosten van Suriname en Kabalebo is eigenlijk West-Suriname. Wat was de optie van Tapanjai? Je hebt een stuwmeer, je hebt al een bestaande dam. En je hebt de capaciteit van 100, grofweg. Van 100 megawatt gemiddeld. Om meer energie te halen uit het stuwmeer, toch, moet je of meer water hebben, of je meer hoger maken. Dus de optie was, laten we dan meer water brengen in het stuwmeer. En om dat te doen, heeft men in de jaren 60 al gekeken naar de mogelijkheid om het water dat normaal zou stromen via de Tapanahoni rivier, via de Marowijn rivier naar de kust toe, om een deel van daarvan te overheuvelen naar het stuwmeer. Zodat men dan grofweg zeker 2 tot 3 maal meer eruit zou kunnen halen. Dat was de optie. Maar dat betekent dat er ook een deel van dat gebied weer onder water zou moeten komen? Je zou hetzelfde doen. Met 5% extra zone. Extra onder water, maar twee maal meer capaciteit, maar nog, je zou water moeten halen uit de Tapanahoni rivier en dat water overbrengen naar de Suriname, naar de Brokopondo stuwmeer, door middel van de Jai-kreek en de Marowijnenkreek, toch? En dat zou dan een oplossing zijn. Maar wat krijg je dan als gevolg? Dat je ten eerste heb je minder water in de Tapanahoni rivier. En dat heeft ook een heleboel impacts op je hoogland.
En er komt ook meer minder water in de Marowijnrivier. En de Marowijnrivier is dan een grensrivier. Dan moet je ook gaan onderhandelen met Frans-Guyana. Okay. Met Frankrijk. Oké, okay. En dat project is dus toen eigenlijk dus op de achtergrond geraakt. Maar als we... Omdat we zijn blijven haken in een oud concept. Een oud project. Zonder het te actualiseren naar de huidige zaak waarin men behoorlijk rekening moet houden. Dat zijn de environmental impacts. En voornamelijk ook de sociale impacten in je achterland. In het achterland. Ja. In ons hoogland. Oké, maar het is goed dat je dit noemt. Dus milieueffect, environmental effect, social impact op het achterland. Laten we nu misschien even switchen naar oplossingen. De situatie anno 2020. Wat zouden we kunnen doen om vanuit dus de situatie die we nu hebben. Ja. We hebben een... hoeveel wordt er geleverd? Werd er geleverd door Akobaka 540 megawatt? 100 sorry, megawatt. Sorry, nee, bedoel, het hele plaatje van Suriname is ongeveer 500. Ja. Van primaire energie met EBS. En Akobaka is gemiddeld 100 geworden. Was vroeger meer. Was 150, 40 als de waterstand goed was. Maar goed. Ja. Maar de situatie is, laten we uitgaan van 540 primaire energie. Het gros gaat naar Paramaribo. Dus naar Paramaribo. Dus zegt 85% naar Paramaribo en de rest naar, weet je, Nikeri en het achterland. En eigenlijk heb je dus een hele ongelijke verdeling. Want kijk, in Paramaribo en Wanica woont ongeveer 2/3 van de bevolking. Dus zeg 65-70%. Weet je, het is een urbaan waterhoofd geworden. Ja, het is nu gegroeid. Maar het punt is dat er toch... onevenredig veel energie komt in dit gebied, omdat ook de meeste diensten en economische activiteiten in dit gebied zitten. En wat zouden we nu moeten doen vanuit het begrip van ontwikkeling, om dus eigenlijk inclusief te zijn, om eigenlijk de totale bevolking te betrekken, alle groepen, dus ook die in het achterland, maar ook om gebruik te maken van de mogelijkheden die je hebt in de natuur, met ook, ik noem maar bosproducten. Met ons bos, we hebben 93% bosbedekking. Met is een ongelooflijk grote resource, we hebben zoetwaterresources. Dus de vraag is van, met het beëindigen van die Brokopondo overeenkomst, het overhandigen van die stuwdam en natuurlijk het, die significante olievondst, wat zouden wij moeten doen om Suriname op een ontwikkelingsspoor te brengen? Oké, dan moeten we ten eerste kijken naar een andere manier van om het accent te verleggen van niet meer zozeer op alleen de kustvlakte, maar ook het hoogland de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen. En als we dat niet doen, dan verliezen we de mogelijkheid om ten eerste... die zware druk die er is in Paramaribo op de sociale voorzieningen hier te verlichten. Het land, de services die er zijn, te decentraliseren. En veel meer te halen uit hetgene wat wordt ontgind in het hoogland. Want daar komt onze goud vandaan. Daar komt onze hout vandaan. Daar komt onze waterkracht vandaan. En ook vele andere zaken die nog steeds, die nog steeds onderbenut zijn. Dus primair zijn. Hoe kunnen we dan daar de mogelijkheid scheppen dat de mensen zich kunnen ontwikkelen? En dat zou kunnen door de energie lokaal op te wekken en ook lokaal te gebruiken. Mm-hmm. In plaats van de energie op te wekken in het hoogland en het te sturen naar de stad toe. Ja. En Danny, hoe zie jij dan... meer een decentrale ontwikkeling als het gaat om de toekomst van Suriname? Kijk, bij ontwikkeling, een van de zaken waar je dus naar moet kijken, in grote lijnen met wat de heer Van Elso eerder aangaf, is opwaartse sociaal-economische mobiliteit. Dat betekent dat je voldoende aanwezige sociaal-economisch aanvaardbaar werkgelegenheid moet hebben. Dat is er niet. Dus wat gebeurt er?
Mensen stromen in grote getalen naar de stad toe, op zoek naar werkgelegenheid, wat niet veel anders is dan in andere landen. Nou, als je gaat kijken naar een aantal parameters van de stad Paramaribo, dan zie je dat die eigenlijk ver buiten zijn voegen is gegroeid. En dat dat eigenlijk razendsnel een unsustainable city aan het worden is. Dus je wilt eigenlijk als het ware die stad uit elkaar trekken. Alleen, waarom zou het nou voor Rudy, voor mij, voor jou interessant zijn om in Nikeri of Acconi of Albina te gaan wonen en werken? Als er voldoende goed betaalde werkgelegenheid is. Dus je moet eerst op zoek gaan naar wat zijn de kernlocaties waar een bepaalde vorm van werkgelegenheid, het liefst niet in wat ik eerder noemde, decreasing returning industrieën, maar juist in increasing returning industrieën, met een hoge kennisinput, aangeboden kan worden. Nou, door de jaren heen zijn die locaties geïdentificeerd. Mm-hmm. En dan kom je vervolgens... En die locaties zijn wat? Die bestuurscentra in het MOP, Acconi? Het is Acconi, ik weet het ook. Mm-hmm. Het is Acconi... Apura? Sumas Eiland. Acconi, Bronsweg, Groningen, Nikeri en Mungo. Dat zouden de groeipolen moeten zijn, als ik het goed heb hoor. En om een Engelse term te gebruiken, energie exists by derived demand. Je hebt geen vraag naar energie, je hebt vraag naar goederen en diensten. Mm-hmm. Omdat je goederen en diensten wil hebben, heb je energie nodig. Nou, als we die mensen daar willen hebben, omdat er daar werkgelegenheid is, dan is nu de volgende vraag van maar hoe ga je die mensen voorzien van voldoende energie? Hoe ga je ervoor zorgen dat die werkgelegenheidsplaatsen voldoende energie hebben? En dan komt de vraag kijken van welke energiebronnen ga je gebruiken? Nou, het mooie ervan is dat als je gaat kijken naar het hernieuwbare energiepotentieel van Suriname, dat is verspreid en we hebben er veel van. Dus het leent zich uitstekend om die decentrale ontwikkeling ter hand te nemen, om die stad Paramaribo more sustainable en draaglijker te maken, om nieuwe vormen van werkgelegenheid te creëren, om nieuwe industrieën te creëren en mensen hier te houden. Dan wil ik één stapje verder gaan met de ontdekking van die oliefonds. Precies. Moet ik zeggen dat de heer Elias van de Staatsolie een fantastische opmerking heeft gemaakt. Hij heeft namelijk aangegeven, we moeten de inkomsten, in het bijzonder de inkomsten afkomstig van die bron, die oliebron, en eventueel toekomstige bronnen. Moeten we in een welvaartsfonds gebruiken? Nou, niet zozeer alleen in een welvaartsfonds, maar die moeten wij gebruiken om inderdaad die transitie waar Rudy en ik het over hebben gehad, om die zoveel als mogelijk te financieren, te bespoedigen, zodat je een groene economie hebt. En dat is exact hetzelfde wat Noorwegen heeft gedaan. Ze exporteren hun oliebronnen, maar ze zorgen er tegelijkertijd voor dat ze die inkomsten gebruiken om hun eigen economie te veranderen. Ja, maar dat is nu precies het punt, dus dan gaan we naar het einde toe. Er is een gigantische oliefonds. En de vraag is of dat spanningsveld dat er ontstaat met eigenlijk die duurzame vormen, weet je, van energieopwekking, waar wij toch dus eigenlijk historisch onze sporen hebben verdiend, dus naast wat negatieve effecten, waterkracht, energie, is niet er niet een gevaar dat eigenlijk in navolging van een heleboel ontwikkelingslanden, en dan denk ik aan een aantal landen in Afrika, dat eigenlijk, en Venezuela recentelijk, dat je eigenlijk het omgekeerde effect krijgt. Mm. Dus een verarming in plaats van een verrijking van het land qua ontwikkeling. En laten we niet te veel vooruit lopen op de verwachtingen van de oliefonds. Olie winnen voor de kust is een technologie waar we nu in gaan stappen, kan je zeggen. Maar we hebben een hele grote ervaring met waterkracht. Dus Eigenlijk zouden we ons nu moeten focussen om het waterkrachtpotentieel wat we hebben te gebruiken op een behoorlijke manier. Om dit snel in orde te brengen. Want we hebben de dam gekregen. Teruggenomen, kan je zeggen, om het zelf te kunnen beheren. Maar er is een heel waterkrachtpotentieel voor Suriname dat we nog steeds onderbenutten. En zoals ik al zei, dit potentieel gebruiken om de lokale ontwikkeling te ondersteunen op verschillende niveaus.
En dat kan je doen bijvoorbeeld op een niveau van dorpen, toch? Waarin gemeenschappen die tegenwoordig nu geen stroom hebben, je zou kunnen voorzien van kleine microsystemen. Micro, kan je genoeg voor een aantal honderden huizoudens, kan je zeggen. Dus om dat te ondersteunen. In het verleden voor Phuketti? Ja, voor Phuketti. Phuketti is een van de goede experimenten die waren uitgevoerd in Suriname in de jaren 80. Er is ook gebouwd laatst een systeem in Grand Olo wat nog niet optimaal werkt. En zo zou je een Grand aantal... Grand Cri? Ja. Is dat ook een mogelijkheid? Ja, en dan zou je op microniveau een aantal zaken kunnen stimuleren. Maar ook op small niveau, op klein niveau. Bijvoorbeeld het ondersteunen van kleine steden, toch? En dan hebben we bijvoorbeeld het Choni als een van de belangrijkste centrums in ons hoogland van de Boven Suriname rivier. Maar ook bijvoorbeeld een gebied zoals Sneesikondre en Langatabetje. Waar er nu vlak naast Sneesikondre een grote goudmijn is, die Meram Goudmijn, die daar goud ontgint. En daar heb je dan vlakbij Sneesikondre en vlakbij het Atjoni zijn er twee mogelijkheden voor small hydropower systemen. Dat zijn systemen tussen de zeg zo 5 en 20 megawatt, waar je behoorlijk vereniging zou kunnen uithalen om deze plaatsen te maken tot kleine steden. Ja, oké. En misschien tot slot, ik zag in een Braziliaans blad, Folha de São Paulo, ook een commentaar op die grote fonds. Ze zeiden dus van, heeft Suriname een lot gewonnen met, hoe noem je het, Guyana. Vanwege de grote gas- en olievoorraden. Maar er werd een opmerking gemaakt van, weet je, de mogelijke opportunities voor Brazil zijn dat ze met hun ervaring met grootschalige industrieën eigenlijk zouden kunnen zorgen voor equipment, voor trainingen, et cetera. Maar ook dat kleine staten als Roraima, onder Guyana, die niet zitten in het Braziliaans netwerk, zouden kunnen profiteren van de ontwikkeling. Maar direct gooiden ze er tegenover van, de nadelige gevolgen kunnen zijn, weet je, het zijn instabielere, ook instabiele democratieën de afgelopen 30, 40, 50 jaar. Maar nog belangrijker ook de negatieve, mogelijk negatieve effecten voor de kust van het Amazonegebied, weet je, wat olie betreft. Dus ik weet niet of jullie daarop nog tot slot een kort commentaar hebben. Dat is de geopolitieke situatie die eigenlijk drastisch gaat veranderen voor Suriname. Ik ben niet echt een politicus, laatst van een geopoliticus. Kijk, sowieso wel als het gaat om die instabiele democratieën. Als je gaat kijken, wereldwijd is er inderdaad een correlatie tussen het percentage van je export dat bestaat uit natuurlijke hulpbronnen en grofweg gezegd democratie. Met een sexy woord wordt dat ook wel genoemd, de resource curse. En dat is het verschijnsel waarbij landen die relatief veel natuurlijke hulpbronnen hebben en dus eigenlijk relatief snel easy money krijgen, maar paradoxaal genoeg weinig rules, checks en balances hebben hoe met dat geld om te gaan, dat geld verbrassen. En natuurlijke hulpbronnen zijn dan zelfs een source of conflict. Zoals je dat in Nigeria hebt met de pipelines. Er is zelfs een boek over geschreven, pipelines as a source of conflict. Dus om Suriname niet alleen in de regio, maar internationaal ook nog steeds interessant te houden voor investeerders en voor goede vriendschappelijke betrekkingen, is het noodzaak dat we nu al de top van staatsolie die schreeuwt er al jaren over, dat we nu reeds goede randvoorwaarden definiëren en opstellen waaraan men zich moet houden hoe om te gaan met de gelden die afkomstig zijn van die nieuwe resource die we gevonden hebben. Doen we dat niet, dan ga je hetzelfde pad op als Bolivia, Venezuela, Nigeria, etcetera. Doe je dat wel, dan kan je het pad op gaan als landen Noorwegen, Australië en Canada. So it's really up to us of wij de guts hebben, maar even zo te noemen,
om onszelf beperkingen op te leggen hoe met dat geld om te gaan. Anders vrees ik het ergste. Ja, ja. Oké, okay, mooi. En parallel daaraan, sterk gaan investeren in je belangrijkste bron. En dat is onszelf, de mensen. Zwaar investeren in educatie, research, onderwijs, waardoor je die stap kan maken om je hele gemeenschap te betrekken bij je duurzame ontwikkeling. En niet even een piek hebben van een heleboel olie of een heleboel gas of een heleboel weet ik veel, maar dat je dan op een duurzame manier je land verder kan ontwikkelen. En een duurzame industrie. Ja. Kennisindustrie. Ja. Oké, okay, en je bedoelt dan vooral duurzame kennisindustrieën, ja, die je zou moeten ontwikkelen. Kennis- en serviceindustrieën. Ja, die niet alleen maar gericht zijn op eigenlijk het exploiteren van aardolie en gas. Oké, okay, dit brengt ons naar het slot van het programma Ontwikkelingsforum. We hebben het vandaag gehad over energie voor ontwikkeling. En we zijn het denk ik met elkaar eens dat voor een gebalanceerde ontwikkeling in Suriname we zeker ook die hype die er is ontstaan rond olie moeten relativeren. En willen we een gebalanceerde ontwikkeling in Suriname hebben, dan moeten we zeker uitgaan van een concept van ontwikkeling waarbij we onze eigen vermogens gebruiken, onze eigen talenten, maar onze eigen kennis in de Surinaamse context, zonder dat we eigenlijk de natuur en het milieu, maar ook de bevolkingsgroepen in het achterland, de dupe laten worden van eigenlijk de ontwikkelingsstrategie. Dus eigenlijk alle hens on deck om het spanningsveld, dus tussen, laat me even zeggen, waterkracht, wat onze belangrijkste energiebron was en nog steeds is, dat spanningsveld in de toekomst tussen wat we noemen olie aan de kust, en waterkrachtontwikkeling, om dat op een duurzame wijze te ontwikkelen. Dit was Ontwikkelingsforum. Dank voor uw aandacht.